Stel je voor, je stapt in een apparaat en binnen een paar seconden ben je aan de andere kant van de wereld. Geen vliegtuigen, geen files, geen grenzen. Klinkt dit als science fiction? Wat als ik je vertel dat teleportatie misschien al bestaat, maar dat het bewust voor ons verborgen wordt gehouden? Welkom bij Onzichtbare Krachten, waar we vandaag diep duiken in een van de grootste mysteries van onze tijd. Het geheim achter teleportatietechnologie. Al decennia lang fascineert teleportatiewetenschappers, futuristen en liefhebbers van complottheorieën. Van Star Trek tot kwantumfysica, het idee om instantaan van de ene naar de andere locatie te reizen, heeft onze collectieve verbeelding geprikkeld. Maar wat als dit geen fantasie is? Wat als er al doorbraken zijn geweest die nooit het daglicht hebben gezien? Documenten die zijn gelekt, getuigenissen van klokkenluiders en geheime experimenten suggereren dat teleportatie misschien al mogelijk is, maar alleen voor een selecte groep. Waarom zouden regeringen en bedrijven zoiets revolutionairs verbergen? Is het uit angst voor misbruik of is er een duisterder agenda aan het werk? In deze eerste fase van onze zoektocht onderzoeken we de geschiedenis van teleportatie, de wetenschap erachter en de verontrustende aanwijzingen dat we mogelijk worden misleid. Blijf kijken, want aan het einde van deze video zul je je afvragen: wat als teleportatie geen toekomstdroom is, maar een verborgen realiteit? Als we het over teleportatie hebben, komen we al snel uit bij de kwantumfysica, een veld dat zelfs de slimste wetenschappers nog steeds verbijstert. Kwantumteleportatie is geen fantasie. Het is een bewezen fenomeen waarbij de eigenschappen van een deeltje worden overgedragen naar een ander deeltje, zonder dat er fysieke materie wordt verplaatst. Klinkt ingewikkeld? Dat is het ook. Maar hier komt de vraag: als we dit op kwantumniveau kunnen, waarom dan niet op menselijke schaal? Experimenten zoals die van het CERN en andere geavanceerde laboratoria hebben aangetoond dat teleportatie op atomair niveau mogelijk is. Maar wat als deze technologie al verder is ontwikkeld dan we denken? Wat als er geheime projecten zijn, gefinancierd door overheden of particuliere bedrijven, die al jarenlang werken aan teleportatie op grotere schaal? Denk aan projecten zoals Project Pegasus of Stargate, waar geruchten over teleportatie en tijdreizen al decennia lang de ronde doen. Maar waarom horen we hier dan niets over in de mainstream media? Is het omdat de wetenschap nog niet ver genoeg is? Of omdat deze kennis te gevaarlijk wordt geacht voor het grote publiek? En wat als deze technologie al wordt gebruikt door een selecte groep mensen verborgen voor de ogen van de wereld? In deze verdieping duiken we dieper in de wetenschap, de geruchten en de mogelijkheid dat teleportatie al lang geen science fiction meer is. Wat als ik je vertel dat teleportatie niet alleen bestaat in laboratoria, maar al jarenlang in het geheim wordt getest? Verhalen over geheime projecten en klokkenluiders doen al tientallen jaren de ronde. Neem bijvoorbeeld het beroemde project Rainbow, ook wel bekend als het Philadelphia-experiment. Volgens geruchten zou de Amerikaanse marine in de jaren 40 hebben geëxperimenteerd met teleportatie en tijdsvervorming, met desastreuze gevolgen voor de betrokken bemanningsleden. Hoewel dit officieel als een mythe wordt afgedaan, blijven vragen hangen: waarom zijn er zoveel gedetailleerde getuigenissen? En waarom zijn veel documenten hierover nog steeds geclassificeerd? Dan zijn er de verhalen van klokkenluiders zoals Bob Lazar, die beweerde te hebben gewerkt aan reverse engineering van buitenaardse technologie, waaronder teleportatieapparaten. Zijn verhalen worden door velen afgedaan als ongeloofwaardig. Maar wat als er een kern van waarheid in zit? Waarom zijn er zoveel mensen die soortgelijke ervaringen delen? En waarom worden deze verhalen stelselmatig belachelijk gemaakt of genegeerd door de mainstream media? In deze fase onderzoeken we de meest intrigerende claims over geheime projecten en klokkenluiders. We stellen kritische vragen en kijken naar de mogelijkheid dat teleportatie al lang geen toekomstmuziek meer is, maar een realiteit die voor ons verborgen wordt gehouden. Blijf kijken,
want de waarheid kan schokkender zijn dan je ooit had gedacht. Als teleportatie inderdaad mogelijk is, waarom wordt het dan niet openlijk gedeeld met de wereld? Waarom zouden regeringen en machtige organisaties zo'n baanbrekende technologie verbergen? Het antwoord ligt misschien in de potentiële gevaren en de machtsdynamiek die ermee gepaard gaan. Stel je voor, een wereld waarin grenzen betekenisloos zijn, waarin mensen en goederen zich instantaan kunnen verplaatsen. Klinkt dat als een utopie? Of als een nachtmerrie voor degene die controle willen behouden? Een van de grootste zorgen is misbruik. Wat als teleportatietechnologie in handen valt van kwaadwillenden? Denk aan terroristen of criminele organisaties die deze technologie gebruiken om onopgemerkt te opereren. Maar wat als er een nog duisterder reden is? Wat als teleportatie al wordt gebruikt door een kleine elite? Niet alleen voor transport, maar ook voor surveillance, spionage of zelfs het manipuleren van de realiteit zelf. Het idee klinkt misschien als een complottheorie, maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat waarheid vaak vreemder is dan fictie. In deze analyse duiken we in de mogelijke redenen waarom teleportatie verborgen wordt gehouden. We onderzoeken de ethische dilemma's, de machtsstructuren en de vraag: wie heeft er baat bij een wereld waarin teleportatie een geheim blijft? Blijf kijken, want de antwoorden kunnen je wereldbeeld voorgoed veranderen. Stel je een wereld voor waarin teleportatie gemeengoed is. Een wereld waarin reizen naar de andere kant van de planeet net zo eenvoudig is als het indrukken van een knop. Het klinkt als een droom, maar wat als deze droom al werkelijkheid is voor een selecte groep? En wat als de rest van de wereld nooit toegang zal krijgen tot deze technologie? De vraag is niet alleen of teleportatie mogelijk is, maar ook of we ooit de volledige waarheid te weten zullen komen. Met de snelle ontwikkelingen in de wetenschap en technologie lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat teleportatie uit de schaduw treedt. Maar zullen we dan wel de volledige waarheid horen? Of zullen we een afgekapte, gecontroleerde versie van de technologie krijgen, aangepast aan de agenda's van de machthebbers? En wat als teleportatie al wordt gebruikt op manieren die we niet kunnen begrijpen, zoals het manipuleren van tijd, ruimte of zelfs onze perceptie van de realiteit? In deze verkenning van de toekomst kijken we naar de wetenschappelijke vooruitgang, de ethische vragen en de mogelijkheid dat de waarheid nooit volledig aan het licht zal komen. Het is tijd om na te denken over wat dit betekent voor de mensheid en of we ooit klaar zullen zijn voor zo'n revolutionaire technologie. Complottheorieën worden vaak afgedaan als ongefundeerde speculaties. Maar wat als ze een kern van waarheid bevatten? Als het gaat om teleportatie, zijn er talloze theorieën die suggereren dat we slechts het topje van de ijsberg zien. Van geheime overheidsprojecten tot samenwerkingen met buitenaardse beschavingen, de verhalen zijn even fascinerend als verontrustend. Maar hoe onderscheiden we feiten van fictie? En waarom zijn zoveel mensen ervan overtuigd dat er meer aan de hand is dan ons wordt verteld? Een van de meest intrigerende aspecten van complottheorieën is dat ze vaak gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen of documenten die later zijn geverifieerd. Neem bijvoorbeeld de onthullingen over massasurveillance door Edward Snowden. Jarenlang werd dit afgedaan als een complottheorie, totdat bleek dat het waar was. Kunnen we hetzelfde zeggen over teleportatie? Zijn de geruchten en getuigenissen slechts het begin van een veel grotere onthulling? In deze bespreking onderzoeken we de rol van complottheorieën in de zoektocht naar de waarheid over teleportatie. We kijken naar de psychologie achter deze theorieën, de mogelijke waarheden die ze verbergen, en de vraag: zijn we op het juiste spoor of laten we ons meeslepen door speculatie? Dit is een reis die je niet wilt missen, want de antwoorden kunnen je kijk op de wereld voorgoed veranderen. Na alles wat we hebben onderzocht, de wetenschap, de geheime projecten, de complottheorieën en de mogelijke agenda's, blijft er één cruciale vraag over. Wat kunnen wij als individu doen? Zijn we gedoemd om slechts toeschouwers te zijn in een wereld waar de waarheid wordt verborgen? Of kunnen we zelf actie ondernemen
om meer te weten te komen en misschien zelfs verandering teweeg te brengen? Het begint met bewustwording, door vragen te stellen, onderzoek te doen en kritisch te blijven. Kunnen we druk uitoefenen op degenen die informatie achterhouden. Sociale media, onafhankelijke journalisten en platforms, zoals onzichtbare krachten, spelen hierbij een cruciale rol. Zij brengen verhalen naar voren die anders misschien nooit het licht zouden zien. Maar het gaat niet alleen om het zoeken naar antwoorden, het gaat ook om het delen van die kennis. Praat erover, deel deze video en laat je stem horen. Want hoe meer mensen vragen stellen, hoe moeilijker het wordt om de waarheid te verbergen. Dus, wat als teleportatie inderdaad mogelijk is? Wat als we op het punt staan een van de grootste ontdekkingen in de geschiedenis van de mensheid te doen? De vraag is niet langer of het kan, maar of we bereid zijn om de waarheid onder ogen te zien en wat we daarmee gaan doen. Abonneer je op Onzichtbare Krachten, like deze video en deel je gedachten in de comments. Samen kunnen we het mysterie ontrafelen en misschien wel de wereld veranderen. Tot de volgende keer.